Goedemiddag gemeente en gasten, u die hier aanwezig bent en u die thuis meeluistert, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit Romeinen 10, vers 4 tot 11 en Hebreeën 11, vers 1 tot en met 6. Thema van de dienst is, bestaat God eigenlijk wel? De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor Pniel Algemeen en ontmoetingsactiviteiten. Uw overige bijdrage is voor de vaste kosten van de kerk. Graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We gaan nu zingen Psalm 8, vers 1 en 4 en de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus,
die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 138, daarvan het tweede en het vierde vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. We zullen in deze dienst stilstaan bij artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We hopen in de komende tijd, dominee Mulder en ik, dit belijdenisgeschrift in de middagdiensten telkens te lezen en aan de hand daarvan ook Gods woord te lezen. En dan zullen wij ook de deugden van de Heere tegenkomen, zijn goddelijke eigenschappen die vertellen wie hij is en hoe groot hij ook is. Daarover zingen wij met Psalm 138, het tweede en het vierde vers.
omwille van het belijden van de naam van de drie-enige God. Er zijn velen in de geschiedenis, en dat gebeurt ook vandaag, vanwege dat geloof vervolgd en ook gestorven. Wij willen in verbondenheid ook met hen, zullen daar vanmiddag ook meer over horen, ons geloof belijden. We doen dat nu met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna met elkaar zingen uit Psalm 106, vers 26. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij nu eerst bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord deze middag. In aansluiting op de voorbeden die vanmorgen heeft plaatsgevonden, willen wij vanmiddag ook bidden voor Bente Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten. Zij is gisteravond opgenomen in het ziekenhuis vanwege hoge koorts en wordt daar onderzocht. Laten wij bidden en danken. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, dat zeggen we met de psalmdichter. We beamen datgene wat u in uw woord zegt, zoals we het zojuist ook hebben beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen. U, de drie enige God, en de werken van u, de Heilige Geest, dat wat we ook nog te verwachten hebben, uw wederkomst en de opstanding van het lichaam en het oordeel. Heren, we mogen ermee instemmen. Dat legt u ons althans op de lippen. Geef, Heren, dat we dat ook van harte zullen doen. Dat we dat niet alleen met het hoofd doen. Dat we het ook niet tussen grote vraagtekens plaatsen, tussen haken, is het allemaal wel zo?
Maar dat we met het hart belijden en met de mond het zeggen. Ja, Heere, u bent onze God. Heere, dat is niet vanzelfsprekend, want wij horen van christenen in deze wereld die dat met de dood moeten bekopen, of die omwille van dat getuigenis in gevangenissen zitten, die buitengesloten worden uit het maatschappelijk leven, die te lijden hebben onder vervolging en smaad. Heere, wilt u hen ook nabij zijn? U kent ze, Heere. U weet van hun situaties af en wij bidden u ook voor dat stuk van uw koninkrijk. U heeft in uw woord gezegd dat wie volhardt tot het einde zalig zal worden. Wilt u volharding geven? Maar wilt u dat ook hier bij ons geven? Als wij op die manier niet met vervolgingen te maken hebben en in vrijheid het kunnen zeggen wie u bent, u kunnen bidden en uw naam kunnen noemen. Heere, laat die vrijheid ons toch niet te machtig worden. Dat het vrijblijvendheid geeft. Nee, Heere, leer ons om juist ook in die vrijheid levend de gelegenheden te baat te nemen. Om de naam van u te belijden. Niet alleen hier tussen deze kerkmuren. Maar laat dat een bron mogen zijn van waaruit we ook in de wereld zout en licht mogen zijn. Tot eer van uw naam. En tot heil van onze naasten. Heere, wij bidden u. Wilt u velen die niet in u geloven, tot geloof brengen? Wilt u in ons land velen opwekken om een hart en leven aan u te wijden? Wilt u mensen te sterk worden, Heere God? Wilt u degene die in alle rust verder leven, zonder dat ze u kennen, onrustig maken? En breng mensen op hun pad die wegwijzers kunnen zijn naar u, Heere Jezus. Ja, wilt u ook ons zo gebruiken? Heere, wij bidden u, wilt u ons vanmiddag dan ook onderwijs geven? Want als wij van u getuigen, dan roept dat ook allerlei vragen op. Allereerst in ons eigen hart. De duivel zit immers niet stil om aan de fundamenten van het geloof te schudden. Heere, wilt u ons sterk maken in het belijden van uw naam? En zegent u daartoe ook het onderwijs dat we vanmiddag van u mogen ontvangen, vanuit uw woord en aan de hand van de belijdenis. Heere, wij danken u ook voor de belijdenisgeschriften die ons mogen helpen bij het lezen van uw woord, die ons laten zien waar het op aankomt, wat betrouwbare samenvattingen zijn van uw evangelie. Heere, geef dat we ook daar kennis van mogen nemen en dat dat ook vormend mag zijn voor het leven met u en het belijden van uw naam. Heere, wij willen u bidden of u ook met hen wil zijn die zoveel twijfel kennen van binnen. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Heere, wilt u dan ook de goede herder zijn die ons leidt en die ons zo ook in de grazige weide van uw woord doet grazen. Heere, wij bidden u of u ook ons geloof wil verdiepen en versterken. Heere, dat hebben we ook nodig als we u mogen kennen en mogen liefhebben. Geef dan dat we u meer zullen kennen en nog meer zullen liefhebben. En dat we u mogen loven en prijzen, Heere God, om wie u bent, de grootheid van uw werken, waaruit blijkt wie u bent. Heere, het gaat ons begrip te boven, zo zullen we het vanmiddag ook ontdekken. Geef dat we ons zullen verwonderen
en dat we ons aan u mogen geven. Heren, wij bidden nu voor Bente Averink. We kregen het bericht dat ze gisteravond met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege hoge koortsklachten. Even werd er gevreesd voor hersenvliesontsteking, maar dat blijkt het niet te zijn. Heren, daar willen we u voor danken, maar wat het dan wel is. Wij bidden u, geef dat er uitkomsten mogen komen voor de onderzoeken die gedaan worden. En wilt u Bente weer genezen, wilt u de koorts wegnemen. En wilt u het zo maken, Heren, dat ze weer naar huis kan. U heeft in haar jonge leven al zo laten blijken in alle ziekte die ze met zich meedraagt, dat u er bent voor haar, dat u van haar af weet en van haar ouders. Heren, wilt u dat ook nu laten blijken? En geef, Heren, dat we zo ook biddend om haar heen mogen staan als gemeente. Want zo mag het toch zijn. Wij bidden u, Heren, of u uw zegen wil geven in deze dienst. Aan een ieder die gaven krijgt en mag inzetten in en rondom deze dienst. En Heren, dat is op allerlei manieren. En we danken u ervoor dat velen ook bereid zijn om die gaven die u hen gaf tot opbouw van uw gemeente te gebruiken. En zo mogen wij elkaar ook tot hand en voet zijn. Heren, verbind ons ook aan elkaar. Als we daar ook onze gaven voor mogen geven in deze dienst onder andere. Heren, wilt u geven dat we elkaar zullen kennen, leren kennen en beter leren kennen in de wijken en op allerlei manieren, ook op verenigingen, op de jeugdclubs, catechisatie. Heren, u weet dat voor het nieuwe seizoen ook allerlei voorbereidingen weer worden getroffen en we danken u ervoor. Zegent u alle betrokkenen met uw geest en met creativiteit bij u vandaan. Om op de juiste wijze uw woord ook te vertolken, om op de juiste wijze ook de naaste liefde te stimuleren. En Heren, geef dat we ook zo mogen omzien, niet alleen naar de naaste in de gemeente, maar ook buiten deze kerkmuren. Zegent u het werk van de diaconie in hulpverlening, dichtbij en ver weg. En zegent u ook alle instanties en stichtingen die ook in Veenendaal en omstreken zich inzetten om uw liefde zichtbaar te maken in het omzien naar de naaste. Heren, laat deze dienst mogen zijn tot eer van u. Wilt u geven dat we in alle rust goed kunnen luisteren naar wat u zegt vanmiddag? Wilt u de duivel bij ons vandaan houden die probeert om allerlei soorten zaad van twijfel en van afleiding te zaaien, zodat het zaad van uw woord geen kans krijgt om ook maar te ontkiemen? Geef hem geen kans, Heren, en laat het zo mogen zijn. Dat we in vrijheid en rust ons mogen richten op u en wat uw stem tot de gemeente spreekt. Hoor zo naar onze gebeden en wilt u onze dank aanvaarden in de naam van Jezus Christus. Amen. Jongens en meisjes, het is nacht. Je kunt het zien op het plaatje. En in het donker van de nacht, bij de hoge muren van een kasteel in Doornik, een plaatsje in België, loopt een man. Je ziet hem wel, hè? Hij heeft een pakketje in zijn hand. En het is niet voor niets dat hij in het donker daar loopt, want hij wil niet dat iemand hem zal zien. Hij is met iets gevaarlijks bezig. Wie is die man? Het is Guido de Bray. Hij is dominee en hij hoort bij de mensen van de Reformatie. Dat zijn de mensen die zeggen dat het in de kerk van hun dagen niet goed gaat. Daar gaat het eigenlijk niet meer over de Bijbel en wat de Bijbel zegt, maar over een heleboel andere dingen
En Guido de Bray en al die andere mensen van de reformatie die zeggen, nee, we moeten terug naar de Bijbel. Want in de Bijbel spreekt de Heere God. Dat vindt Guido de Bray ook. Maar het zorgt er wel voor dat nu heel veel mensen die dat zeggen en vinden, gevangen worden genomen. En sommigen sterven zelfs. Ze worden verbrand op een brandstapel. Vreselijk. En daarom is Guido de Bray de dominee gaan schrijven. Hij heeft opgeschreven wat hij nou precies gelooft en waar het nou eigenlijk om gaat. Want hij hoopt dat als de koning dat gaat lezen, dat de koning dan zal zeggen, oh, maar wacht eens. Daarvoor hoef je natuurlijk niet in de gevangenis en al helemaal niet op de brandstapel. Hij hoopt dat de koning zal zeggen, we stoppen met het gevangen nemen en het martelen van al die mensen. Want ze geloven eigenlijk niets vreemds. En nu is zijn boekje klaar. Hij heeft een boekje geschreven. En er een bundeltje van gemaakt. En nou loopt hij daar in het donker bij de muur. En met een grote zwaai gooit hij het pakketje over de muur. En daar wordt het gevonden door een paar soldaten. En we weten niet of die soldaten het inderdaad bij de koning hebben gebracht. Maar wat in dat pakketje zat, dat weten we wel. Want dat boekje, dat heet de Nederlandse geloofsbelijdenis. En jongens en meisjes, in de komende tijd gaan we daar hier in de kerk in de middagdiensten uit lezen. En dat gaan we vanmiddag voor het eerst doen. Het bestaat uit 37 artikelen, zeg maar 37 hoofdstukjes, die allemaal iets uitleggen wie de Heere God is en wat er in de Bijbel staat. En zullen we de eerste eens gaan lezen? Zullen we dat nu eerst eens doen? En dan gaan we daarna ook in de Bijbel lezen, want Guido de Bray die heeft alle dingen die hij opschreef uit de Bijbel gehaald. Hij heeft niet zelf verzonnen natuurlijk. Maar laten we voor deze keer eerst artikel 1 lezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna lezen we uit Romeinen 10 vers 4 tot en met 11 en Hebreeën 11 vers 1 tot 6. En in die gedeelte gemeente vindt u dus terug onder andere wat Guido de Bray in artikel 1 van zijn geloofsbelijdenis zegt. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is dat wij God noemen. En wie is dan die God? We volgen 10 woorden. Eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige bron van al het goede. Laten we gaan lezen in Romeinen 10, vanaf vers 4 tot en met 11 allereerst. Romeinen 10 vanaf vers 4, want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt ze? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En de tweede schriftlezing vindt u in Hebreeën 11, daarvan het eerste tot en met het zesde vers, Hebreeën 11 vers 1 tot 6.
En nadat we dat hebben gelezen, willen wij met elkaar antwoorden met Psalm 145, het derde vers. Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog. Nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagt. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Tot zover. Wij antwoorden straks op de verkondiging van Gods woord met Psalm 89, daarvan het derde en het zevende vers, Psalm 89, vers 3. Wie is gelijk bij al de hemelingen en
Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten. En hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Wij luisteren dus naar gedeelte die we hebben gelezen aan de hand van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, zoals we dat zojuist hebben gelezen. En het thema voor de preek is: bestaat God eigenlijk wel? Twee gedachten, dat is een diepe vraag. En daar volgt ook een hartelijke belijdenis op. Die mag daarop volgen. Gemeente, naast ons huis liggen sportvelden. Afgelopen week is duidelijk geworden dat de vakanties ook daar inmiddels voorbij zijn, want we hoorden in de avonden weer heel wat kinderstemmen en trainersstemmen. Het is weer begonnen, er wordt weer getraind. De sportverenigingen pakken ook de draad weer op. Voetbal, volleybal, korfbal. Ook in onze gemeente zijn er heel wat jongeren en vast ook wel ouderen die een sport beoefenen. Maar stel je voor, jongeren, dat je op een dag naar de training gaat. Maar voordat de training begint, zegt je trainer: ga allemaal eerst eens even in een kring staan. Want we gaan het er eerst eens over hebben of de sport die je beoefent, voetbal, volleybal, korfbal, of dat eigenlijk wel bestaat. Of het eigenlijk wel zin heeft om tegen die bal aan te trappen of om hem over het netje te spelen. Ik denk dat je er heel vreemd zou opkijken. Wat is dat nou voor een vraag? Natuurlijk bestaat het, dat weet je. Daarvoor ben je ook naar de training gekomen. Je hebt er geen moment aan getwijfeld. Je komt op training om het te doen. Om er beter in te worden en om er ook plezier aan te hebben. Maar dan gaat het vanmiddag hier in de kerk over de vraag: bestaat God eigenlijk wel? Is dat niet een beetje een vreemde vraag? Om die hier te stellen: bestaat God? Is dat niet hetzelfde als dat je op de voetbaltraining vraagt: bestaat voetbal wel? Want het gaat daar toch om in de kerk, om de Heere God. En wij zijn hier toch in de kerkdienst ook gekomen om ons, zeg maar, te trainen. Te trainen in de godsdienst, in het dienen van de Heer. In het kennen van Hem. En misschien vindt u het dan wel wat oneerbiedig zelfs, dat het daar in de kerk over gaat. Dat God bestaat, dat moet toch boven alle twijfel verheven zijn. Daar mag je toch ook niet aan twijfelen. En toch, gemeente, doen veel mensen dat. Dat weet u ongetwijfeld ook. Voor heel veel mensen staat dit niet buiten discussie. Je kunt als christen vandaag worden uitgedaagd door je collega's of door je vrienden of door familieleden. Ze stellen je open de vraag: geloof jij in God? Bestaat die dan volgens jou? Ja, en wat zeg je dan? Ja, dat geloof ik. Ik geloof dat God bestaat. Maar het is vaak niet zo makkelijk om dan antwoord te geven. Soms voel je bij jezelf een beetje schaamte. Ik geloof dat God bestaat. Ja, dat geloof je. Maar is dat niet een beetje weinig? Kun je het ook uitleggen waarom je dat dan gelooft? En op welke basis, op welke grond zeg je dat God bestaat? Kun je dat bewijzen? En als je dan zo'n gesprek hebt, dan kun je soms aan het einde een beetje een gevoel hebben van: ik ben verliezer. Ik kan die ander er niet van overtuigen. Je voelt je achterstaan. Soms hebben ouders dat ook met kinderen die God loslaten. Want de bewijslast, die ligt bij jou. Bij degene die in God gelooft. Maar ja, sta je dan eigenlijk niet met lege handen? Het is een geloof. En gemeente, daarom is het misschien goed om die vraag vanmiddag toch maar eens gewoon onder ogen te zien. Die diepe vraag: bestaat God eigenlijk wel? Ook omdat een van onze belijdenisgeschriften
daar eigenlijk alle aanleiding toe geeft. En dat is die Nederlandse geloofsbelijdenis die we in de komende tijd, dominee Mulder en ik, met u hopen door te nemen. De Nederlandse geloofsbelijdenis is een van de 6 officiële geloofsbelijdenissen. Wellicht weet u dat, dat heeft u waarschijnlijk ooit geleerd bij op de catechisatie. Een van de 6 belijdenisgeschriften die wij hebben. 3 van de oude kerk en 3 van de kerken van de reformatie. Nou, de Nederlandse geloofsbelijdenis hoort bij die laatste 3. En daarvan heeft de kerk gezegd van die geschriften dat zijn nou betrouwbare weergaven van de diepste inhoud van het woord van God. Ze vatten de inhoud van de Bijbel voor je samen. En gemeente, waarom heeft de kerk dat gezegd? En waarom zouden wij ons vandaag dan ook met die belijdenisgeschriften moeten bezighouden? Er zijn mensen die zeggen, dat moet je maar beter niet doen. Want ja, die belijdenisgeschriften, dat stamt allemaal uit vroeger tijd. De Nederlandse geloofsbelijdenis, die is ook al heel wat eeuwen oud. 1561, dat jaartal hoort erbij. Wat ik net aan de kinderen vertelde, dat is in de nacht van 1 op 2 november. We weten het heel precies. 1561 gebeurt. Dat is al lang geleden. Moet je daar wel mee bezighouden? En er komen ook nogal eens moeilijke woorden, moeilijke zinnen in voor. Al die woorden, die opsomming die we net lazen in artikel 1. En vooral ook, ze zijn geschreven door mensen. Niet afkomstig van God. En gemeente, dat is waar. De belijdenisgeschriften zijn door mensen opgesteld, door Guido de Bray. En de Bijbel, ja, die is geïnspireerd door de Heilige Geest. Zodat de Bijbelschrijvers de woorden van God hebben opgeschreven, helemaal zuiver, helemaal goed. Dan kun je op die manier van de belijdenisgeschriften, de catechismus of de Nederlandse geloofsbelijdenis of de Dordtse leerregels, zo niet zeggen. En het is waar, je moet er soms ook wat moeite voor doen om ze te begrijpen. Maar neemt u van me aan dat dominee Mulder en ik ons best zullen doen om het duidelijk te maken. Maar gemeente, dan hoop ik dat u ook gaat ontdekken hoe verrassend actueel het is. Wat hier staat. Soms kun je het idee hebben dat de tijden zo veranderd zijn, ja, dat je met zo'n oud boekje eigenlijk wel niet meer zoveel zal kunnen. Maar ik denk dat we ons dan vergissen. Er is niet zoveel nieuws onder de zon. En daarom willen we de artikelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis de komende tijd lezen bij de schriftlezingen. Ze zijn niet van gelijk gewicht als de Bijbel. Maar de belijdenisgeschriften hebben wel meer waarde en gewicht dan een willekeurig boek of artikel over de Bijbel. Een gewicht dat de kerk al van vele eeuwen heeft toegekend. Dit is een betrouwbare weergave van de Bijbelse boodschap. Vergelijkt u het met een handleiding bij uw wasmachine. Stel, u heeft een nieuwe wasmachine gekocht en hij is heel anders dan de vorige die u had. Er zitten hele andere knoppen aan en zo. Er staan andere woorden bij die knoppen. Dan kun je natuurlijk de handleiding laten voor wat het is en maar gewoon er een was in doen en kijken of die doet. Je draait aan wat knoppen en aan een hendel. En dan gaat die al aan? Nee, nog niet. Nou, dan nog dit eens even proberen. Dat kan. Maar u begrijpt, de kans is groot dat je hem niet aan de praat krijgt. En als het lukt, dan kan de was wel helemaal verknoeid zijn. Natuurlijk is het verstandiger om de handleiding te lezen. En je kunt zo zeggen, zo'n handleiding, daar gaat het niet om. En dat is waar, het gaat om die wasmachine. Maar toch is die wel belangrijk. Zonder handleiding zit je al snel onthand. Nou, gemeente, zo is met de belijdenisgeschriften ook. Ook met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het is een handleiding waarin je kunt lezen, oh, hier gaat het om. Dit is de bedoeling, dit is wat ik mag nazeggen, mag meebeleiden. En dat blijkt dan meteen in artikel 1, dat het heel actueel is, want dan lezen we daar, wij geloven alle met het hart en beleiden met de mond, dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, dat we God noemen. God bestaat, wil dit artikel zeggen. Maar hoe komt dit op u over? Misschien krijgt u een beetje het vakantiefotogevoel. Kent u dat? Een foto van geslaagde vakantie en je
Je hebt de foto's, je bent inmiddels weer thuis. En dan ga je ze bekijken en ook al zijn ze dan goed gelukt, dan vallen ze soms toch een beetje tegen, die foto's. Want in het echt was het allemaal veel mooier, veel indrukwekkender. En dat vrije vakantiegevoel krijg je er ook niet echt mee terug. Gemeente, zo kan het hier ook een beetje zijn. Guido de Bret, de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die wil onder woorden brengen dat hij in God gelooft. En hij wil vervolgens ook gaan zeggen wie God dan is. En dan klopt dat allemaal. God is inderdaad eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk. En die hele opsomming, kun je de Bijbel op nalezen. Maar zegt u dat iets? Raakt je dat persoonlijk? Of is het abstract en afstandelijk? Maar dan helpt het misschien om te bedenken dat Guido de Bret deze dingen niet zomaar heeft opgeschreven in een luie stoel. Op een mooie zonnige vakantiedag, toen hij even niks te doen had. Nee, gemeente, in de bladzijde van dit boekje, daar zit een indringende brandgeur. Het is de geur van de brandstapels van hem die om het geloof verbrand worden. En dat zijn mensen die hij, Guido de Bret, goed kent. Dat zijn mensen die hem lief zijn. Dat zijn zijn gemeenteleden in Valenciennes, waar die predikant is. Ze worden verbrand op de brandstapels, terechtgesteld. En ook Guido de Bret, die zal het er uiteindelijk niet levend van afbrengen. Hij zal worden opgehangen vanwege zijn opvattingen. Dat zijn deze opvattingen. Dit boekje is geschreven te midden van bedreiging en vervolging. En stel u zich het even voor. Die man die zo graag wil dat anderen op een zuivere manier de Heer Jezus Christus zullen leren kennen in hun leven en zullen belijden dat ze zullen leven van het geloof alleen, wat de reformatie weer naar voren had gebracht. Maar die daarom, omdat dat hun verlangen is, omdat ze dat vanuit de Bijbel zelf weer hebben opgediept, die daarom wordt bedreigd. En die zich moet schuilhouden ergens in een schuurtje, een tuinhuisje, omdat de overheden niet toelaten dat hij zo de Bijbel leest en uitlegt. En hij weet dat het levensgevaarlijk is wat hij nu gaat doen. En als ze hem te pakken krijgen, zal het met hem niet anders aflopen dan met al die anderen die inmiddels in de gevangenis zitten of die inmiddels zijn omgebracht. Maar hij doet het toch. Hij gaat aan een tafel zitten. Hij pakt zijn schrijfgerei. En hij gaat schrijven. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is dat we God noemen. En dan gaat hij in de nacht naar het kasteel van zijn woonplaats, Doornik, waar hij op dat moment verblijft. En hij gooit het pakketje met daarin dat boekje, een stapeltje papier, over de muur. In de hoop dat het uiteindelijk in handen zal komen van de overheid, van de koning van Spanje, Philips II, van de landvoogdes Margaretha van Parma. Want hij wil de overheid ervan overtuigen dat hij en al die mensen die worden omgebracht niets meer en niets minder willen geloven en belijden dan alleen wat in de Bijbel zelf staat. Wij geloven. Wij hier in Doornik, in Valenciennes, wij hier in de Lage Landen. Wij die hier worden verbrand. Wij die ons moeten schuilhouden. Die op zondag alleen maar bij elkaar kunnen komen op geheime plekken in de buitenlucht. Hagepreken, openluchtdiensten. Wij die aan alle kanten bedreigd worden. Wij, koning van Spanje, machtige heerser op de troon, u die denkt dat u erover gaat. Wij geloven en belijden dat er een God is. Gemeente, voelt u de kracht
als je die woorden zo leest. Hier is iemand aan het woord die weet dat God bestaat en die juist nu die het zo moeilijk heeft, het in het openbaar zegt en zich eraan vasthoudt. Er is een God in de hemel en hij is niet te zien zoals wij elkaar kunnen zien. Je kunt hem ook niet horen spreken zoals wij elkaar kunnen horen spreken, maar hij is er. Want deze wereld bestaat niet alleen uit de dingen die je ziet en die je kunt ervaren met je zintuigen. Nee, dat lazen we al in Hebreeën 11. God is er. Daar begint artikel 1 mee en begint daar op een bepaalde manier het ook niet voor u en voor mij mee. Kijk, daar is natuurlijk het een en ander over te zeggen. Hoe je erachter komt dat God bestaat, daar gaat in artikel 2 over. Dus daar zeg ik vanmiddag maar niet te veel over, dat komt aan de orde. Maar dit is toch eigenlijk de diepte van het geloof. Die belijdenis. Wij geloven dat God er is. Ze hebben het ook gelezen in Hebreeën 11, vers 6. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat hij bestaat. En dat hij beloont wie hem zoeken. Je kunt niet tot God komen. Je kunt niet ook een beroep op hem doen in je gebed. Je kunt het heil niet vinden, je toekomst niet vinden in de Heer Jezus Christus, als je niet gelooft dat God werkelijk bestaat. En dat lijkt misschien heel overbodig om dat te zeggen. Als je niet in God gelooft, ja, dan ga je toch ook niet naar hem toe. Dan zoek je hem toch ook niet. Maar gemeente, er zijn vele mensen die de naam van God wel in de mond nemen, bijvoorbeeld als vloek. Maar ze geloven niet in hem. En er zijn ook vele mensen die weliswaar zeggen dat ze niet in God geloven. Maar als er dan moeilijke momenten komen in hun leven, dan gaan ze soms toch zomaar intuïtief op zoek naar iets, naar iemand, naar iets wat hun leven dan betekenis geeft, wat hen helpen kan. Meent u, tot God komen in geloof, dat wil zeggen dat je hem als God en Here beleidt en dat je ook weet, hij beloont wie hem zoeken. Als je hem zoekt, dan openbaart hij zichzelf aan je. En dan leer je hem kennen en dan geeft hij je zijn zegen. Dus als jij het nou moeilijk vindt, bestaat God eigenlijk wel? Als dat een vraag is, ja, die misschien niet eens altijd zo door andere mensen aan je wordt gesteld, maar die je wel van binnen hoort, die ergens in je hart wel eens klinkt. Bestaat God eigenlijk wel? Hoe moet je daarmee omgaan? Kijk, als je wat verstandelijk bent ingesteld, dan ga je al snel op zoek naar allerlei verstandelijke, rationele argumenten dat God bestaat. Nou, daar is best wat over te zeggen. Daar is op grond van de Bijbel ook heel wat over te zeggen. Als je wat meer een gevoelsmens bent, dan zult u vooral ook willen dat u het gaat voelen dat God echt bestaat. Dat God bij je is. Dat je zijn aanwezigheid voelt en dat het van binnen wat met je doet. En je geloof doet ook, je gevoel doet ook mee, dat is waar. Maar gemeente, wil je nou echt overtuigd raken dat God bestaat? Weet u wat u dan moet doen? Dan moet u het er eens op wagen. Ga eens leven alsof hij bestaat. Ga eens bidden alsof hij naar je luistert. Om overtuigd te raken, gemeente, van het bestaan van God, neem maar de proef op de som. Kijk, als je aan de zijkant blijft staan en je blijft staan wikken en wegen. Zal ik wel, zal ik niet? Ga ik er wel in mee of niet? Hebben ze nou wel gelijk of niet? Dan raak je niet overtuigd. Pas als je meegaat, als je het erop waagt. Gemeente, als je op de kant blijft staan, leer je nooit zwemmen. Dan kun je misschien kijken hoe het moet. Iemand kan het je uitleggen, je kunt er een boek over lezen desnoods, maar je gaat het niet leren. Om te leren zwemmen moet je het water in. Zo is het met geloof ook.
Overtuigd raken dat God werkelijk bestaat, gemeente, dat gebeurt als je er aan gaat geven. Als je het gaat nazeggen. Nou, Heere God, op hoop van zegen. Ik geloof dat u er bent. Ik stel me ervoor open. Openbaar u aan mij. Ik geloof, Heere, kom een ongeloof te hulp. En nee, gemeente, dan verdrink je niet zomaar. Er staan allerlei mensen aan de kant. Een wolk van getuigen. Die u wegwijs willen maken. En onder hen Guido de Bray. En zijn boekje. Dat een belijdenisgeschrift van ons is geworden. En je zult zien voor je het weet, gemeente. Krijg je de slag te pakken. Want wie God zoekt. Die ontvangt zijn zegen en zijn geest. Dan gaat de geest je vernieuwen. Je hart nieuw maken. Als u zich tot hem keert, dan laat hij je niet staan. En voor je het weet, en dat is alleen maar aan God alle eer, maar voor je het dan weet, zeg je het misschien zelfs wel met de geur van brandstapels in je neus. Wij geloven alle, en ik ook. Met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is dat we God noemen. Ja, en dan ook nog meer. Want wie is God dan? Dat is het tweede, een hartelijke belijdenis. Als je hem dan leert kennen, als je het dan gaat nazeggen, als je het erop waagt. Wie is God dan? Wat zeg je dan? Nou, er komt een hele opsomming in artikel 1. En ik loop die woorden maar kort na. Eeuwig. God is eeuwig. Dat wil zeggen, hij is er altijd al geweest en hij zal er altijd zijn. Als je over het woordje eeuwig nadenkt, dan duizelt het je. Wat is de Heere God dan groot? Hij is eeuwig. Kun je niet goed voorstellen. Maar gemeente, dat betekent dat je dus ook altijd een beroep op hem mag doen. Want hij is eeuwig. Dat je hem altijd mag zoeken. Dat er nooit een moment is dat hij er even niet is. Dat kan bij ons soms wel het geval zijn. Dan is er iemand bij je op bezoek geweest. En je hebt een gesprek gehad en dan gaat die persoon weer weg en die rijdt net de straat uit. En dan denk je opeens, oh, dat had ik nog even moeten vragen. Of dat had ik nog mee willen geven. Ja, dat gaat niet meer, andere keer. Persoon is weg. Meent de Heere God, die is nooit weg. Ook niet maar even. Hij is eeuwig, hij is altijd. Je hele leven, van begin tot eind, is door hem gekend. Hij was er al voor die tijd en hij zal er zijn na die tijd. En het tweede woordje, ondoorgrondelijk. Ik zei al, als je over eeuwig nadenkt, dan duizelt het je, maar dat geldt eigenlijk voor helemaal voor wie God is. Dan duizelt het je, want er komt nooit een moment dat je zou kunnen zeggen, nou weet ik precies wie die is. Nou ken ik hem helemaal door en door. Nou is er niets verrassends meer, niets nieuws meer. Nee, gemeente, hij is ondoorgrondelijk. We doorgronden hem niet. Hij is altijd groter dan je denkt. Dat je je maar voor kunt stellen. Hij is altijd heiliger. Hij is altijd machtiger. Johannes Calvijn die heeft gezegd, God die kan niet begrepen worden. Je moet hem aanbidden en bewonderen. Als je gaat aanbidden en bewonderen, ja, dan ga je ook belijden. En dan het derde woordje, onzienlijk. God heeft zichzelf laten zien in de Heere Jezus. Dus wil je hem zien, dan moet je Jezus voor ogen nemen, zoals de Bijbel over hem vertelt. Maar gemeente, God zelf is onzienlijk. Anders zou je kunnen zeggen,
daar is God, maar daar is die niet. Dan heeft hij een begrenzing, maar God is een geest. Je kunt hem niet met aardse ogen zien, zoals wij elkaar zien. En hij is ook onveranderlijk. Het vierde woord, God verandert niet. Hij is niet wispelturig. Dat hij het ene moment dit vindt en het andere moment dat. En dat is dan iets anders. Nee, gemeente, hij is volkomen betrouwbaar. En als hij zich dan laat zien in de Heer Jezus. En als hij dan in hem tegen u en mij zegt. Laat je door mij behouden. En bekeer je tot mij, opdat je verlossing ontvangt en genade en eeuwig leven. Dan is het niet zo dat hij dat vandaag zegt, maar dat het morgen niet meer geldt. Dan geldt het altijd. Dat is onveranderlijk. Dat is die in zijn woord. In zijn wezen. En hij is ook oneindig. Dat wil zeggen dat hij oneindig van grootheid en hoogheid is. Daar komt nooit een einde aan. God is groter dan onze problemen, kun je daarin horen. Die kunnen soms heel groot voor ons lijken en zijn. Maar God is groter. Is dat niet een troost? Dat God altijd groter is dan je problemen. En hij is ook machtiger, want dat is het volgende woord, almachtig. Hij heeft volstrekte heerschappij over alles wat bestaat en leeft. Hij leidt en bestuurt alles. Hij heeft alles geschapen en hij is ook de almachtige als het over onze herschepping gaat. Je herschepping, dat is dat je ziel en lichaam nieuw worden. Je ziel in het hier en nu en je lichaam straks bij de opstanding. En God is ook volkomen wijs. Dat houdt in dat alles zijn plek heeft. Dat hij alles zijn plek geeft. En dat hij alles tot zijn doel brengt. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn wegen hoger dan onze wegen. En soms zijn het wegen die je niet begrijpt. Maar God is wijs. En dwars door alles heen kom je tot zijn doel. En hij is ook rechtvaardig. God straft de zonde. Hij ziet het maar niet door de vingers. Hij is volkomen rechtvaardig. Hij buigt het recht niet. Ja, waarom niet? Waarom vat God het nou zo ernstig op met u en mij? Met ons leven. Met onze zonde. Nou, dat is omdat hij vasthoudt aan de volmaaktheid van zijn schepping. Om het zo te zeggen, gemeente, God die kan alleen maar erbij leven dat het helemaal goed is, helemaal perfect. Want zo heeft hij het bedoeld. Zeer goed. En dat is ook het negende. God zelf is goed. En het tiende, daarmee ook een zeer overvloedige bron van al het goede. Hij is volkomen goed, gemeente. Er zit in hem geen enkel kwaad. En dat moeten we hem dus ook niet toedichten. Hij is alleen maar goed, daar kunt u van op aan. En hij is een bron van al het goede. Het komt bij hem vandaan. Het goede dat je ontvangt, daar mag hij de eer voor ontvangen, want hij is de bron, de gever ervan. Meten deze 10 eigenschappen van God, zo noemen we dat, Gods eigenschappen, die zeggen wie hij is. Ze verdienen eigenlijk 10 preken. Gaan we niet doen. Maar het is een goede samenvatting, want je vindt het overal terug in de Bijbel, deze dingen. Een belijdenis om aan vast te houden, om gewoon vanuit te gaan. Maar dan ga ik nog even met u terug naar dat tuinhuis, waar Guido de Bret het allemaal op papier zet. En de namen van degene die om het geloof worden vervolgd, klinken in zijn hoofd. En wat vloeit er uit zijn pen? God is almachtig. Volkomen wijs. Rechtvaardig. Goed.
een bron van al het goede. Maar beste Guido, weet je dat nou echt wel zeker? Dat die almachtig is? Als je niet uitkijkt, dan zit jij straks ook daar in een cel op je doodvonnis te wachten. En ja, Petrus is er ooit uitgekomen, langs 16 wachters heen. God is almachtig, ja, dat kan je daar zien. Maar jij, Guido, jij gaat er niet uitkomen straks. Je wordt opgehangen op het schavot. Weet je wel zeker dat die God van jou volkomen wijs is? Waarom zorgt hij er dan niet voor dat je weer een vrij man bent, dat je je gemeente weer kunt leren en weer kunt preken over dat heerlijke evangelie, waar je juist de kern weer van hebt ontdekt? En rechtvaardig, is het rechtvaardig, Guido, dat jij, nou uitgerekend jij, zo wordt bedreigd? Is dat rechtvaardig? Nu je het hebt opgenomen voor het evangelie. En goed, wat is er goed aan God als hij je dit allemaal heeft te doorstaan? Een zeer overvloedige bron van al het goede. Nou, beste Guido, waar denk je dan eigenlijk aan? Zoveel goeds heb je toch niet om je aan vast te houden? Ja, Guido, weet je eigenlijk wel zeker dat God er überhaupt is? Laat staan die zeer overvloedige bron van al het goede. Gemeente, hoe kan het dat Guido de Bret het hier zegt en er rotsvast van overtuigd is? Hoe kan het, gemeente, dat we het vandaag belijden? Als kerk, als gemeente, met verhalen in de krant en op het journaal van alle narigheid en ellende in de wereld. Hoe kunnen we dit niet alleen met onze mond, maar ook met het hart belijden? Maar God bestaat. Deze goede, almachtige, alwijze bron van al het goede. Hij is er, geloof het maar. De gemeente, schuilt het geheim niet in dat ene woordje. Wij geloven. Als je afgaat op wat je ziet, op wat je voelt, op wat je hoort, gemeente, dan komt u er niet. Als u alleen maar leeft bij wat voor ogen is, dan zie je alleen de tijdelijke dingen. Maar wat van God is, schrijft Paulus in 2 Korinthe, dat is eeuwig. En daar mag je op je oprichten, daar mag je naar zoeken. Geloven, gemeente, dat is dat je gelden laat wat de Heere God zelf zegt in zijn woord. Dat je afgaat op wat hij openbaart en waar velen ook getuigenis van geven. Dat ook. Want dan ben je niet alleen. Dan mag je het beamen. Om het vervolgens van tijd tot tijd ook te voelen. Dat hij er echt is voor je. Om het af en toe ook te kunnen opmerken. En het zelfs te kunnen begrijpen. Wat hij zegt. Maar te geloven is springen. Het is je in de handen laten vallen van deze goede God. Die dwars door alles heen bron van al het goede is. En je laten leiden door zijn waarheid. En die vaste zekerheid. Hij leeft. En ik leef met hem. Waagt u het erop? Waag jij het erop? Als je vragen krijgt. Hoe weet je nou dat God bestaat? Gemeente, bedenk, het enige wat u hoeft te doen, dat is niet overtuigen. Dat kunnen we helemaal niet. Vorige week ook gehoord. Kon Paulus ook niet. Toen hij voor de stadhoudersvesten stond. U mag getuigen. U mag nazeggen wat hij voorzegt. Geef maar aan hoe goed hij voor u is. Kunt u dat? Kun jij dat? Ja, dan moet je natuurlijk wel hem kennen.
dan moet je wel die sprong wagen. Maar dan goed over God spreken. Wacht u er maar eens op. U gaat daar niet teleurgesteld mee uitkomen. Want hij is een bron van al het goede. En wie is aan God gelijk? Wie is, o Heer, met u gelijk te schatten? Verwonder je maar. Amen.
Zullen we danken en bidden. Heren, wij danken u dat u zo bent en dat we uit uw woord het zo onder woorden mogen brengen. En heren, eigenlijk dan schieten woorden tekort om te omschrijven wie u bent. Heren, soms dan hebben we alleen woorden om te zeggen wat u niet bent. Dat u onzienlijk bent, onveranderlijk, oneindig, ondoorgrondelijk. Heren, we weten ook dat u goed bent en eeuwig en almachtig en volkomen wijs. En dat al het goede dat wij in ons leven ontvangen, de levensadem die we van u ontvangen elke dag, als we levensvreugde ontvangen, als er vele dingen zijn, heren, waarvan we moeten zeggen, het is uw genade. Heren, dan mogen we u belijden als die bron zeer overvloedig. Niet maar zuinigjes, maar zeer overvloedig. Bron van het goede. Ja, heren, dat bent u ook wanneer u ons zoveel schenkt als we met u leven. Wanneer uw woord voor ons een bron is geworden, die maakt dat we ons steeds weer opnieuw verwonderen. Als uw woord een levend woord is, dat doordringt. En heren, dat ons van binnen vernieuwt. Heren, dan is er zoveel waarover we ons mogen verwonderen. Geef, heren, dat we uw woord ook lezen. Dat we ermee bezig zijn, dagelijks. Dat er geen dag voorbij gaat. Of we hebben niet een moment gehad waarin we persoonlijk u hebben gezocht. Want heren, zo rijk is het toch. Zo rijk wilt u zijn voor ons. En u kent, heren, onze gebreken. U weet dat ons hart lang niet altijd dat ook wil doen. Dat er nog zoveel is wat dan in ons overblijft en wat ons bij u vandaan houdt. Heere, wilt u het wegnemen en doe ons strijden tegen de zonde, opdat we heilig leven voor u. Heere, maak zo ook van ons als gemeente een getuige in deze wereld, zout dat uitgestrooid wordt. Heere, wilt u ons gebruiken om uw heerlijke naam ook bekend te maken in onze omgeving, daar waar u ons een plek geeft, de mensen die we ontmoeten zo in de week. Geef dat we met onze levenswandel zullen getuigen van u. Leer ons dat ook, heren, want het zit niet vanzelf in ons, maar wilt u het in ons planten. Heren, wij bidden u of u wil zijn met jongeren die aan het zoeken zijn. Bestaat God eigenlijk wel? Heren, wat kan dat een diepe vraag zijn? Wat kan dat ook een hoop nieuwe vragen oproepen? Wat kan het een twijfel geven in ons hart? Heren, wilt u hen ertoe brengen dat ze het er met u op gaan wagen? Dat ze de sprong van het geloof maken? En heren, dan zult u ze toch opvangen. Dan wilt u er toch zijn. En heren, wanneer er ook een nieuw seizoen voor de deur staat met belijdeniscatechezen, wilt u dan ook geven, heren, dat er jongeren zullen zijn, weer andere jongeren, die zich daarop voorbereiden om in het openbaar hun ja-woord te geven voor u en voor de gemeente. Heren, gaat u met ons mee de nieuwe week in. Wilt u ons zegenen in ons werk, in onze verantwoordelijkheden, in al datgene wat van ons de aandacht vraagt en waar ons leven vol van is. Wees u met hen, heren, die moeite kennen en zorg. Ontfermt u zich dan over ons en geef ons uw vrede in het hart. Heren, wees zo onze God, merkbaar, zichtbaar.
Ja, Heren, vooral die God die we belijden. Op grond van uw woord en met verwondering in ons hart. Vergeef genadig wat niet is geweest naar uw wil. In het spreken, in het luisteren in deze dienst. En heilig ons. Door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. In de vergeving van al onze zonden. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de voortgang van het werk in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 108, het tweede vers. Thank you.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.